Nou, het boek wat ik in mijn herinnering heb dat voor mij veel betekend heeft, is het boek De Komst van Joachim Stiele van Hubert Lampo. Ik heb het gelezen toen ik nog op de middelbare school zat. Ik vond het vrij indrukwekkend, omdat het einde, dat wordt eigenlijk heel erg vaag en open gehouden. En ik heb dat toen wel, ja, ik vond dat heel erg interessant en ja, het is me altijd bijgebleven. Ik moest toen ook een soort opstel schrijven. En dat heb ik toen op dezelfde wijze eigenlijk gedaan als het boek. Ik heb dat ook op een heel soort mysterieuze wijze gedaan. Met ook een open einde. Ja, daarom vind ik nog steeds dit boek eigenlijk dat mij het meest is bijgebleven. Ik heb daarna natuurlijk nog wel andere boeken gelezen. Maar ja, dit boek is mij het meest bijgebleven.